eens een keer wat anders doen. Dus ik heb een video gemaakt waarin ik met mijn normale stem praat. En ik ben dus niet aan het fluisteren. En ik praat ook niet zachtjes, maar ik praat dus normaal. Als je die video wil zien, ga dan zeker even kijken en laat even weten in de reacties wat je van die video vindt. Dat vind ik heel erg leuk. En misschien willen jullie nog wel vaker van die video's zien waarin ik gewoon normaal praat. Laat dat dan ook zeker even weten. En in die video waarin ik normaal praat, laat ik dus die items die ik in deze video laat zien, laat ik dus ook in die video zien, maar dan gewoon, ja, in een hele andere stijl natuurlijk. Dit is natuurlijk gewoon ASMR stijl en dan neem ik gewoon wat meer de tijd voor de spulletjes en maak ik er gewoon geluidjes mee. Alhoewel ik in die andere video waarin ik normaal praat ook de neiging had om overal op te gaan zitten tikken. En dat moet je natuurlijk niet doen, maar ja, ben ik zo gewend. Mijn zus heeft deze spons voor $3 in New York gekocht. En ik zag ze hier voor €4 op het internet staan. Dus iets duurder. Stempelkussentje van de zuster Enigheid.
ons kussentje dingetje eraan. En dan kan je dus in de verf dopen of je kan het in je stempelkussentje dopen. En dan kan je zo op het papier mee stempelen als het ware ook. Ik kreeg die tip van mijn zus. Die schenkt dat ook te doen. Dus ik dacht, oké, die moet ik ook hebben. Dus die heb ik toen gekocht. Vorige week. Voor 46 cent. In Rotterdam gekocht. Ik zal hem even uitpakken.
vaselinepotje. Uit New York, gekregen van mijn zus. Ik heb ze hier nog niet gezien in de winkel, maar misschien zijn ze er wel hoor, maar heb ik ze gewoon nog niet gezien. Ze liet het zien op Skype.